veel mensen erbij stoken. En de cirkels heel snel, dat staat al hier. Hij moet eerst uit evenwicht. Natuurlijk, het is een hele goede ontwijking en ik kan wel weer terugkomen, maar het is niet een aanzet voor een techniek. Eerst ontwijken, blokken en naar beneden halen. En dan gebruik je je heup, dus je zet je heup al in. En dan die tweede stap was. Natuurlijk, als dat snel gebeurt, dan is dat een split seconde, maar er is een groot verschil tussen 1, 2 meteen doorstappen of doorstappen, heup dragen. En dan als je tweede stap maken. Dus te veel mensen zeggen, die hebben nog geen heupdraai in zitten. En dan staan ze hier. En dan zijn ze kwijt. Wel, eerst naar beneden. Dan als je tweede stap. En aanzetten. En we hebben de hele tijd met een hele lange stoot geweest. Maar kijk, ik kom die stoot aan. Maar als ik Victor wil slaan, dan doe ik niet dit. Dan kan ik niet instappen. En dan wil ik ook weer terugkomen. Ook dat is een reden, als hij zo, dan moet ik ook slaan. Kijk, nu zit hij met een arm, maar in zijn elleboog hier vast. Doe ik dit, dit ook weer terugwerken. Ja. Dan staat hij alweer klaar voor de volgende. Dus hier, dan heb ik hem in ieder geval hier onder controle. Dus door hem nu naar beneden te halen, hier op zuin, pak ik hem nog steeds mee. Dus dan maakt het niet uit of hij nou kort of lang aan zijn gang staat. Lang slaat 1. Haal ik hem naar beneden. Slaat hij kort. Zit ik er toch nog in. En dan geef ik wel hierdoor. Maar ik nog steeds een draai maken. En de klem aan zetten. Ik denk dat dat is vaker gezegd. Ook gewoon op rechts vastpakken. Niet 1 naar de evenwicht zetten. En dan nu gaan cirkelen. Want dan kom je dus buiten te staan. Maar. Aanzetten. Instappen. Heup draaien. Doorstappen. Dat komt eigenlijk van het stoten. Dus als je dat met rechts zet, dan stoten is het nog belangrijker. Hij stoot. 1 naar beneden halen. Met je heup even wachten. Met je heup doordraaien om die evenwicht echt te pakken. En dan de tweede stap. En de klem aan zetten. Dus dat momentje van geduld in de cirkel. 1. Heup draaien. 2. Is heel makkelijk. Veel mensen doen stap. Stap. En dit is dus geen draai van de heup. Dus stap, heupdraaiing, stap. Dat is heel basis natuurlijk. Stap, heupdraaiing, stap. En niet stap, stap. 1, nou, draai je heup verder. Stoot het dus. Stap, draai je heup. En dan gaan we doorstappen om een klem aan te zetten. In plaats van 1, doen we nu 5, je ruimte op. Dus 1, 2, 3. Aanzetten, goed de klem pakken. Vingers vast. En naar beneden. En in plaats van de standaard afmaak, die kant op. Zet hem door. Op een elleboog. Ja? Maar. Dankjewel. Toast. Stappen naar beneden halen, opzij zetten. Meenemen, klem aanzetten. Klem aanzetten. Let er daarbij op, als je, neemt hem mee, het liefst in die loop hier er tegenaan te zetten. Dus hij loopt toch op die kant op, bam, daarin, eroverheen en dan overpakken. Dus gebruik die beweging van nu ik toch die vingers heb, kan ik er ook wat gebruik van gaan maken. Eerst is het gewoon makkelijk. 1. Ga zijn vingers naar binnen duwen en doe ik met mijn linkerbeen. Op te zetten. Zet hem meteen een beetje omhoog. Dat vingers doen over het algemeen vrij pijn. Vrij veel pijn, dus dat vindt hij niet prettig. Dus je hebt hem aangezet. Links naar achter stappen. Terug omhoog. Maar nu draaien. Naar buiten. Die kant op. Instappen. Maak je de kamer op. 1, 2, 4. Omhoog, wegdraaien. En ook dat is niet alleen maar 1, 2, 3 handdraaien. Nee, hier heup erin zetten, heup erin zetten, heup erin zetten. Naar je toe halen en officieel ben je wat vingers in zijn strop. Maar dan kun je ook op variëren. 1, 2, dus als je draaien hebt,
links omzetten, weer omhoog. Dan nu vanuit je heup wegdraaien en eiland meteen naar hem toe komen. Hoog tegen je hand in het oog. Nummer 6. Ja?